Ik heb het over smaak gehad en ik heb uitgelegd wat kwaliteit is. En nu ga ik het hebben over context, omgeving. Wat zit er allemaal om de boeken heen? Want kijk, we zien het hier allemaal liggen. En al die uitgevers die doen natuurlijk hun best om te zorgen dat het er goed uitziet. Ze kiezen een titel en een omslag. De titel wordt natuurlijk ook heel vaak door de schrijver uitgekozen. En het is interessant om meteen bij de titel te denken, word ik al gestuurd? Je leest de flaptekst, is daar al een aanwijzing? En het is mooi dat als je uiteindelijk je boek uit hebt, dat je kijkt, hé, wat was hier nou aan de hand? Heeft die titel eigenlijk, nu ik alles weet, al wat verraden? Heeft de flaptekst mij in een richting gestuurd, maar al lezend ontdek ik eigenlijk dat het anders zit? Weet ik iets van de schrijver? Weet ik waar die vandaan komt? En denk ik, ja, hij wil mij meenemen op zijn reis of hij wil mij echt heel bewust sturen? En je kunt natuurlijk recensies lezen, blogs, met vrienden praten. Dat is allemaal context. En dat speelt mee naast smaak, naast kwaliteit. En het is eigenlijk sturend. Dat zijn eigenlijk alle dingen om een boek heen die je los van je eigen smaak beïnvloeden. Het kan ook zijn, is er iets gebeurd in de wereld waar het boek op reageert? Dat is de context van de buitenwereld. Wil wel zeggen dat je daar dan wat van moet weten. Dat is je eigen context, je eigen referentiekader. Dus je hebt, waar functioneert een boek in? Kan een oud boek opeens een betekenis krijgen doordat er ergens oorlog is uitgebroken? Dan wordt het weer opnieuw actueel. Of weet jij zelf iets door je eigen ervaringen? En dat gaat dan wisselwerking met elkaar aan. Dat maakt een boek ook interessant. Dus je ziet het, we hebben eigenlijk met drie dingen te maken. Wie ben ik? Wat is het boek los van alles? En dan met de context en alles wat het beïnvloedt. Dat zijn de drie dingen die uiteindelijk maken dat je tot een smaak, tot een mening, tot een oordeel komt. Want daar willen we naartoe. We willen uiteindelijk maar een paar boeken, het liefst één, die we echt helemaal in ons hart gesloten hebben.